Ja, het zijn gewoon moeilijke tijden op het moment. En zeker als een dierbare wegvalt. Dit is eigenlijk de enige manier om toch een waardig afscheid te geven. Familie Asbroek was is ook altijd heel betrokken. Dus het is gewoon, het is al een trieste situatie. Ik bedoel, Jan was oud. Dat wel. Maar meer kun je niet doen. Nou, wij staan hier om Irma steun te betuigen. Zij is een fietsvriendin van ons uit Machkelo. Dus vandaar dat we hier met de fietsgroep uit Machkelo samen zijn. En het is haar vader die overleden is? Ja. Dus Irma zei van voel je absoluut niet verplicht. Maar voor een aantal mensen waar we heel close mee zijn, zouden we het wel fijn vinden als ze toch als eerbetoon aan mijn vader langs de weg kunnen staan. Om te laten zien dat we hun steunen. Dus vandaar dat we met een klein groepje dit gedaan hebben. De kameraden hebben allemaal fakkels geregeld en netjes op 1,5 meter afstand. En, in de slechtste situatie het beste ervan maken.